Wyndham. En welkom op disc nummer 2 van Wyndham's Workout. Waarin we weer op zoek gaan naar het allerbeste in onszelf. Dus pak je cardio zweep 5000. Want jullie weten ook, afvallen doe je niet met getover, nee. Daar moet de zweep erover. Zoek je resultaten, niets te doen. Wil je kilo's kwijt, graag heel gauw. Haal dan de DVD eruit, want dit is niets voor jou. Dit is iets voor de vrouw die werken wil. Dit is meer dan een dieet. Train lekker mee, mijn maatje. 2 kosliters vol zweet. Gooi jij met over de zweep. En word zo hoe je wilt zijn. Werk je kapot voor dat doel. En voel de pijn. Merk hoe je kilo's bedwingt. Wanneer je hoge harde verder springt. Dus sorry dames, geen escape. Gooi jij met over de zweep. Kom op Sabrina, jij zeekoe. Over de zweep. Wij hebben nog veel door te nemen. Kijk, onze cliënte Brooke, miljonair en met gemak. Door haar dvd's en boek, jump uw billen hard en strak. Echtgenoot, allicht bejaard. Verder leek dat huwelijk goed. Tot zijn dochter heeft verklaard dat ze Brooke zag druipend van zijn bloed. Kijk, als Brooke bekend, krijgt ze 1 jaar of 4 niet meer. Maar ze zweert van niks te weten. Eerlijk. Kijk nog een keer. Het is veel meer dan een workout, je kunt elke vent verslaan. Slaat bij een aanval om zijn strot en trek het keihard aan. Bij een aanval komt het handvat ook van pas, dat breekt een bot zeer snel. Het kost je $20, dus kom op en bestel. Gooi je mee over de zweep, hou elke vent aan de lijn. Schuift hij je mening opzij, dan voelt hij de pijn. Hij weet meteen waar je staat, als jij hem over harder verder slaat. Handen, wie gelooft dat Brooke schuldig is? Oké, hier vraag ik dus om jullie hulp. Mis bij Brooke nog de regie? Krijg haar net niet uit haar schulp, want ik spreek geen MTV. Dus hoop ik maar, langzamerhand, dat ze jullie wel gelooft. Stop in godsnaam wat verstand in dat verder lege hoofd. Niet nu, gooi hem er over die zweep. Als zij haar leven verlangt, dan zit het zo dit moment. Ze bekent of ze hangt door ons gebrek aan chemie. Ontbreekt een plan, motief of alibi. Wat ik wil, roept zij op die tape. Gooi hem er over die zweep, naar de gevangenis. Dat wij nou vastzitten in de vrouwengevangenis van Boston wil niet zeggen dat wij niet op zoek kunnen gaan naar het allerbeste in onszelf. Draaien, draaien, open dicht. Met een sprong.